te maken met een ander weersverschijnsel, namelijk La Niña, wat Spaans is voor klein hoerenmeisje. En dat is de koude tegenhanger van El Niño. Maar wat was El Niño? Godverdomme, ook weer. Nou, El Niño, dat is een warme zeestroming die ieder jaar rond kerst voor de kust van Peru terugkeert. Nou, als die kwam, stinkoer, stinkoer, vuile, gore, stinkoer. Toch een beetje mager hoor. Ik heb wat gebroken glas gezien. Ik heb een deuk in een of ander vaag autootje gezien, maar verder niks. Ik bedoel, ik vind het zo erg dat ik bijna deze steen hier door die ruit heen zou keilen. Weet je wat? Ik doe het ook gewoon. Toch, wat een harde ruit. Maar er zit een mooie ster in. Oh. Komt ie aan. En ik heb niet eens gedronken. Goeie ruiten verkopen vandaag. Oh. Ja. Ja. Polderman. Shit, man. Ik ben al echt al heel lang bezig. Nou, hoor ik hem al. Dan ben ik blij dat ik jou bij me heb. Daar word ik nou zo ontzettend moe van. Sta je daar midden in de nacht, doen ze niet open die BN'ers. En dan die buurvrouw. Nou, ik weet wel wat die gedaan zou hebben tussen 40 en 45. Maar ik wel een beetje mijn mandje uit, die pleuriskou in. En dat met mijn gestel. Daarom wil ik in het vervolg ook BN'ers, onbekende Nederlanders, wakker maken. Want die doen wel open. Dus heb jij iemand in jouw omgeving die wij uit zijn remslaap moeten trappen, schrijf ons dan. Nou, je hebt de afgelopen weken wat voorbeelden kunnen zien en ons is niets te gek. Dus schrijf en we komen langs. Leuk, 3 uur 's nachts. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Boog zelf. Ja, hallo. Hoi, hoi. Ja. Hoe is het? Goed hoor. We zien het, hè? Hoi. Ja. Kijk nou toch eens aan. Hebben we allemaal in gehoord, Bart? Ja. Moet niet doen, hè? En nu? En nu? Ja, ja. Want het heeft toch een probleem, denk ik. Ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja, dan moeten we eens even bekijken wat we gaan doen natuurlijk. Ja. Ik denk dat we zo eens even naar het bureau gaan duiken. Hoe vind je die? Ik vind hem mooi. Ja, dat is een wijze. Ja. Nou, stel ze volgens mij trouwens, Frank. Dat weet ik niet. Die mogen in ieder geval niet naar binnen doen. Maar Bart gaat er zelf in lopen. Ding.
En dan nu kort nieuws binnenland. Pieter Buren. Alle 5000 incontinente zeehondjes worden aanstaande zaterdag doodgeknuppeld. We gaan snel door naar Kees Kwartel. Kees, kom er maar in. Samen aan behandelen. Kees! Jan, samen aan behandelen. Kees, jij moet! Hey, dove! Dit gaat helaas niet lukken. En dan nu het weer vanmorgen met Gilles de la Tourette. Ik verwacht voor de komende 24 uur neuken, gauw, beffen. Heel veel regen en hier en daar kan in de loop van de nacht, gauw, godverdomme, klote. Af en toe een onweersbuitje, heel veel bliksem, gauw, beffen, broek. Zo, en op sommige plekken rook. Kut, godverdomme, beffen, likken. De onweer al veel eerder komen.